Welkom bij een nieuwe video. Voordat we gaan beginnen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het abonneren. We hebben samen de 10.000 aangetikt, een fantastische mijlpaal. Zonder jullie was dit kanaal nooit zo hard gegroeid. Waarvoor mijn hartelijke dank. Het is alweer een tijd geleden dat we een Nederlandse legende behandeld hebben. Daarom gaat deze video vandaag over de Vliegende Hollander. De Vliegende Hollander is behalve een attractie in de Efteling en een bekend personage uit SpongeBob een van Nederlands bekendste legendes. De Vliegende Hollander zou een schip zijn wat tot in de verdoemenis rondvaart. Een spookschip dus. Er zijn verschillende verhalen over hoe de Vliegende Hollander geworden is zoals ze is. De bekendste is dat de Hollandse kapitein, Willem van der Dekke, erop stond om op paasmorgen, ondanks de slechte weersomstandigheden en tegen de zin van zijn crew, met zijn VOC-schip de haven te verlaten op weg naar Oost-Indië. Het was toentertijd belangrijk om zo snel mogelijk op je bestemming aan te komen. Op die manier dwong je als kapitein respect af. De bemanning protesteerde omdat paas een heilig feest was en er op die dag niet gevaren mocht worden. Toen de kapitein toch zijn zin kreeg en het schip vertrok, klonken de kerkklokken om het paasfeest in te luiden. De mensen die op dat moment aan de kant stonden om het schip uit te zwaaien, schrokken zich een ongeluk. Want zodra de klokken luidden, bleef de bemanning bevroren op het dek staan. En het was doodstil op het schip. Het leek wel alsof de storm op zee zich boven het schip centreerde en de zeilen gingen tegen de wind in bol staan. En het schip veranderde van een bruin naar zwart geblakend. Volgens overlevingen van mensen die de Vliegende Hollander gezien hebben, vaart het schip met bloedrode zeilen tegen de wind in boven het water. Het schip zou vooral gezien zijn bij Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Een stukje van het originele verhaal gaat als volgt. De VOC kreeg steeds meer moeite om matrozen die kant op te sturen. En steeds meer kapiteins zeiden, ik vaar liever niet rond Kaap de Goede Hoop. Want het verhaal deed de ronde dat het spookschip dood en verderf verspreidde. Dat iedereen die het zag een gruwelijke ziekte onder de leden kreeg. Om te onderzoeken of het ook echt zo was, stuurde de VOC zijn beste kapitein om de zaak van het spookschip te onderzoeken. Er moest maar eens een einde komen aan de geruchten over de gekke ronddolende vaartuig met vuurrode zeilen en zwart geblakende romp, dat altijd in de buurt van Kaap de Goede Hoop werd waargenomen. Er moest maar eens een eind komen aan de overdreven angst van matrozen voor een schip dat natuurlijk helemaal niet bestond. Maar de beste kapitein van de VOC zag het met zijn eigen ogen. Zodra hij Kaap de Goede Hoop rondde, werd zijn koers bijna gekruist door een plotseling opdoemende tegenligger met vuurrode zeilen en een zwart geblakerde romp. Waarna hij alle hens aan dek riep en een toespraak hield. Mannen, zei hij, naar het steeds dichterbij komende spookschip wijzend. Wat we daar voor ons zien, moet gezichtsbedrog zijn. En terwijl hij sprak, gebeurde er iets angstaanjagends. Het spookschip zette zijn koers bij en voer een volle vaart recht op het schip van de dappere kapitein af. De matrozen schreeuwden het uit. Zonder vaart te minderen schoot het spookschip naderbij. Op het voordek zagen ze nu duidelijk de gestalte van een man met wapperende witte haren. Maar verder bewogen er niets aan hem. En op het dek lagen kriskras door elkaar matrozen, roerloos tegen de mast en de reling. Stop dan toch, riepen de angstige mannen van het schip. En het spookschip stoorde zich niet aan hun wanhoopskreet en zweefde voort over de golven en voer dwars door het schip heen. Geen schok of trilling werd aan boord van het schip gevoeld, alleen een ijskoude windvlaag. Het duurde geruime tijd voor de bemanning weer durfde te spreken. Het is een Hollander, mompelde de kapitein bleekjes. Hij voerde de Hollandse vlag. De Vliegende Hollander, zei iemand. En die naam ging van mond tot mond. Na dat moment verstreken er verschillende jaren. Oude schepen maakten hun laatste reis en nieuwe gingen onder feestgedruis voor het eerste water. Alleen de Vliegende Hollander joeg eindeloos voort over de golven rond Kaap de Goede Hoop. De roekeloze kapitein had het tientallen jaren geleden over zichzelf en zijn bemanning uitgeroepen. Misschien komt er eens een moment van rust voor het spookschip. Misschien is dat moment zelfs al aangebroken. De laatste tijd heeft namelijk niemand de Vliegende Hollander meer gezien. Het is dus mogelijk dat de kapitein eindelijk tot inkeer is gekomen. Laten we het voor hem en zijn bemanning hopen. Want er bestaat geen grotere straf dan voor altijd op de zee te moeten rond blijven tobberen. Zonder ooit ergens te moeten aanleggen. Dit was de legende van de Vliegende Hollander. Heb je zelf nog een Nederlandse legende die je graag wilt zien? Laat het me zeker weten in de reacties. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.